Leerdoel: Integrale fabrikagekostprijs. Nu laat ik een uitwerking van een eindbaasvraag zien met het onderwerp Integrale fabrikagekostprijs. De directie van Brouwerij Hollebolle Gijs wil komende maand 2 miljoen liter bier produceren. De volgende gegevens zijn bekend: De afschrijvingstermijn van de fabriek van Hollebolle Gijs, de grondstofkosten van deze maand, de normale bierproductie per jaar de productie van bier deze maand en de integrale fabrikagekostprijs. De vraag is, wat is de aanschafwaarde van de fabriek van Hollebolle ijs? De uitwerking is als volgt. Ik gebruik de formule van de integrale fabrikagekostprijs en vul de gegevens van Hollebolle Gijs in. De vaste kosten C zijn gevraagd. Dit zijn hier de afschrijvingskosten van de fabriek. Deze afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de afschrijvingstermijn en de aanschafwaarde van de fabriek. Deze kosten bereken ik op basis van de bekende variabelen. De variabelen om de integrale fabricagekostprijs van 1 liter bier te berekenen zijn bekend, behalve de vaste kosten. Wel bekend zijn de normale productie N 1 miljoen liter. De variabele kosten V 10 miljoen euro. De werkelijke productie W, 2 miljoen liter. De integrale fabricagekostprijs 5,50 euro per liter. Door de formule te herschrijven kan ik de vaste kosten berekenen. 5,50 euro per liter minus 5 euro per liter is C gedeeld door 1 miljoen ,00 liter. C volgt hieruit als 500.000 euro. Dit zijn de afschrijvingskosten. Door de afschrijvingskosten te vermenigvuldigen met de afschrijvingstermijn van 10 jaar, kom ik tot de aanschafprijs van de fabriek van 5 miljoen euro. Dit is het antwoord op deze vraag.